Ballistic Brass op Logo FM. Logo FM met Audrey en Matthias. Goedenavond. Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Matthias Michelsen. En Adrie Berends. Ik wou bijna zeggen Manchester United, maar dat is morgen pas. Dat is morgen en er zijn natuurlijk andere dingen gebeurd in Manchester die wat minder leuk zijn. Ja, dat is toch wel triest, hè? Ja, het is zeker triest. Ja. Ja, aan de andere kant laten we ons er ook niet door uit het veld slaan. Nou, dat zet me des te meer realiseerde ik me vanmorgen wel van vorige week was ik in Rotterdam bij die huldiging. Dan denk je, als je nagaat, dit waren dan 23.000 man wat in zo'n stadion gaat. Maar als er 150.000 man loopt en stel dat je dan vier van die mensen had die zichzelf zouden hebben opgeblazen op vier verschillende punten. Dan, dat zet je toch weer even stil dat je, als je naar zulke evenementen gaat, dat het toch weer kan gebeuren. Maar ja, wat je zegt, je gaat wel. Ja, nou, ik denk ook dat het goed is om te gaan. En dan, Maar ja, aan de andere kant, ik snap ook wel weer dat je dan toch nog een keer nadenkt. Zoals morgen, finale Manchester United-Ajax. Ja, dat was het eerste wat ik vanmorgen dacht toen ik het bericht hoorde. Ik denk, oh, zou dat dan wel doorgaan? Al die mensen die afgereisd zijn naar Stockholm. Nou ja, en wat denk je van al die mensen die in Amsterdam gaan verzamelen? En je weet het niet. Maar goed, we gaan het een uurtje hebben over muziek. Muziek en, lijkt me een goed plan, want er is genoeg te melden over de muziek. En er zijn een aantal nieuwsberichten natuurlijk weer voorbij gekomen. We hebben natuurlijk de telefoon, de WM-celfoon, die ergens is terechtgekomen. Vorige keer was die bij Sint-Jean de Ark uit Noordwijkerhout. Ja. Ja, waar is hij heen gegaan? Dat is de veel vraag in de natuurlijk omgeving daar, hè, waar je naartoe kan. Absoluut. Ja, in het westen sowieso natuurlijk. Kijk, die afstanden zijn relatief gezien niet zo heel groot. Ik verwacht dat hij daar wel een beetje blijft hangen. Ik zie niet zo snel dat hij bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld een VLS komt of zo. Ik zou eerder verwachten dat hij daar toch nog eens een keer een weekje blijft en wellicht daarna. Maar dat is mijn gevoel. We gaan het zien. Ik ben zeer benieuwd waar hij terecht gaat komen. In ieder geval dat dus rond de klok van 6:30. Ja, en voor de rest muziek. Ja, misschien heb je nog een keer een verrassing in petto van iemand die je wil bellen? Nee, heb ik zo niet op de planning staan. Ik dacht wel, ik zal zo nog eens even kijken in mijn koffer of ik iets bij me heb. Maar ja, een eerbetoon aan Roger Moore, dat moet er natuurlijk wel even Ja, dat is ook nog zo'n triest iets. Maar goed dat die trompet even begint. Ja. Ja, dat is toch wel sneu. Maar hij was 89. Hij was 89, in ieder geval achter in de 80, 87, 89. En hij leed ook mooie aan kanker. Mooie leeftijd. Dat zeiden ze ook nog. Nou ja, wat is een mooie leeftijd trouwens. Dat is ook iets om over te discussiëren. Maar in ieder geval heeft hij ooit in Afrika ook een James Bond film opgenomen? Weet ik niet. Ik ook niet. Ik ben niet zo'n James Bond fan. Dus nou, op zich had hij wel leuke films. Maar goed. We gaan luisteren naar de African Symphony uitgevoerd door het Tokyo Kosei Wind Orchestra.
best leuk, toch? Ik zal even mijn microfoon aanzetten, hoor je me ook. Maar ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat is zeker. Dat is een leuk stukje wel, hè? Ja, ja. Door verschillende orkesten ook ingespeeld op cd. Aha. Nou, waaronder dus het Tokyo Kosei Wind Orchestra. Ja, inderdaad. Ik zat even te kijken op Twitter of wij nog wat berichtjes hadden. Heb jij überhaupt nog berichtjes binnen gehad ook? Nee, nou niet op Twitter, maar ik had wel wat nieuwsberichtjes klaargezet. Dus als jij nou... Ik wou dus zeggen, ik kwam dus net thuis namelijk. Ja. En toen lag er een brief in de brievenbus. Ik dacht, oh, dat is altijd spannend, hè, als er een brief in de brievenbus ligt. Het CJIB. En er stond, gelukkig geen CJIB, want die herken ik uit duizenden, die brieven. Ja. Maar er stond zo onderaan nationale tattoo een tekst. Ik dacht, iets van een nationale tattoo. Misschien krijg ik wel een gratis toegangskaart. Dat zou natuurlijk dat wel heel mooi zijn. Leuk zijn. Maar helaas. Je moest betalen. Nee, het was gewoon een informatieblaadje. Die had ik dus eigenlijk even mee willen nemen, want er stonden wel wat interessante dingen in. Ik heb hem namelijk even gescand. Maar met je ogen of ingescand? Met mijn ogen zo even een beetje gescand wat er ongeveer in stond. Want je weet hoe dat gaat. Je komt thuis, snel eten en dan weer wegwezen. Ik kan je er niks over vertellen, behalve dat ik hem gehad heb. Dus misschien dat ik hem dan volgende week even meeneem. Nou, goed verhaal. Lekker kort ook. Ja. Zal ik je dan even wat zinnigs vertellen? Wou ik toch even vertellen. Ja, nee, heel goed. Heb jij ook gehoord van het WMC, de WMC try-out op 27 mei? Daar heb ik nog niks over gehoord. Nou, nee. Dan zal ik je even wat vertellen. Dat is in Klundert, het slagwerkenkorps Oranje Garde Klundert. Die hebben wij nog niet gehad, hè? Maar misschien komt hij nog een keer. En de Brabantse Bond van de Muziekverenigingen organiseren op zaterdagmiddag 27 mei, dus aanstaande zaterdag, een concours in het teken van het naderende WMC. En dat zal worden gehouden op het kunstgrasveld van voetbalvereniging VVK. Daar laten 11 muziekkorpsen zich zien met totaal 12 optredens. En dat zal zowel op de mars en als op de show zijn. En zelfs een marsparade. Nou, de jury die is ook aanwezig. En een van de mensen die daar is, die kennen... Nou, we kennen er meer, maar eentje wat beter. Henk Smit is aanwezig. Paul Doop, Rob Balfort, René Lekkie, Edwin Beens, Berend Jan de Vries, Peter Smits. Nou, daar doe ik natuurlijk op. En André Willems. En dan ook nog Harry van Brugge. Dat is echt wel een gerenommeerd jurykorps. Nou, het is een groot jurykorps, dat vooral inderdaad. En Henk Smit is natuurlijk vanuit WMC bekend. Paul Doop, wie kent hem niet? Ja, Paul Balfort, René Lekwie. Edwin Beens is ook... het zijn allemaal namen die zeer regelmatig voorkomen. Nou ja, in ieder geval op de verschillende onderdelen zullen zij conform de WMC-principes de korpsen beoordelen. En hiervoor zal op het veld het volledige marsconcours met lijnen uitgezet worden. En uiteraard zullen de deelnemers met de jurycommentaren in de laatste weken voor het WMC hun product verder fine-tunen om zo optimaal mogelijk voorbereid het stadion in Kerkrade te kunnen betreden. Nou, en wie kun je er allemaal zien? Dat is showkorps Wilhelmina Sleewijk op de mars. Die hebben wij al wel gesproken. Hier hebben we ze niet over gehoord. Hebben ze gezegd. Dan ben ik het alweer vergeten. Ja, een paar weken geleden. Dat is 3 of 4 weken geleden. Vier al wel, zeker. Nou goed, percussiegroep Ridderkerk uit Ridderkerk op de Mars. Vios, zeg ik het goed? Ja. Ja. Ja, showband uit Bussum op de show. Muziekvereniging Sint Cecilia uit Voorhout. Die hebben we ook gehad, toch? Nee, nog niet. Nee, dat zou maar zo kunnen hierna. Muziekvereniging Juliana uit Amersfoort op de Mars. Showkorps ONV uit Nuenen op de show. En dan muziekvereniging Harmony Slikkerveer uit Ridderkerk op de Mars. Showkorps De Bazuin uit Leerdam op de Mars. Die hebben we wel gesproken. Ja. Showband Corio Heerle op de Marsparade ook gesproken. Ja. En schutterij Sint Willebordes uit Meijel op de Mars. En christelijke muziekvereniging Juliana Amersfoort ook op de Mars. En ook op de Mars. Nou, een mooie bezetting in ieder geval. En het begint om 12:30 op het hoofdveld van deze voetbalvereniging in Klundert. De toegangsprijs is maar €5. En hiervoor zijn tribuneplaatsen beschikbaar. Dus ik denk dat je wel een hele middag, tot 5:00, dat is de finale. Dus je hebt een hele middag plezier voor €5. Absoluut. Ja. Even nog een drankje. En eens kijken hoe ver iedereen staat, hè? Want dat is natuurlijk ook erg leuk. Het schijnt mooi weer te worden ook, hè? Ik weet niet of het zo mooi weer wordt. Hiervoor bedoel je? Juist. Ja, voor de mensen in pak is het misschien minder prettig. Ja, is het misschien minder prettig. Ik moet zeggen, afgelopen weekend, toen was het echt mooi weer. Heel veel regen heb ik gehad. Ik niet. Oh.
Nee, wij hebben wel een paar spetters gehad. Ja? Maar over het algemeen, het was gewoon bewolkt. Maar wel lekkere temperatuur. Dat was heerlijke temperaturen om te spelen, laat ik het zo zeggen. Nou ja, misschien voor de toeschouwers dit keer iets beter. Zaterdag 27 mei in Klundert vanaf 12:30. Dan begint het programma. Kijk nog even op korpsmuziek.nl voor het volledige deelnemersveld. 11 korpsen met 12 optredens. En het kost maar €5. En je bent tot 5 uur in ieder geval onder de pannen. Ja, een mooi evenement denk ik zo, voorafgaand aan het WMC. Dat denk ik ook. Ja, weer een tv-serie. Ja, we blijven een beetje in die tv-series. Weer? Nou, blijven. Had ik de eerste dan ook een tv-serie? Nee, jij had die Afrika. Nee, maar we gaan zo dadelijk nog eentje. Ja, we gaan zo voor nog. Voor ja, precies. Ja, want dat is wel zo. Ik weet niet wat jij nu nog klaar hebt gezet. Nou, van een ook, opera. Oké, ja, dat is ook wel een soort van bekende muziek dan. Dat oh, zeker. Dat was misschien wel te vergelijken met de tv van vroeger of zo dan. Waar bedoel je op? Dit is van Andrew Lloyd Webber. Ja. Wie zegt dat niet wat, zeg maar? Nou, ik denk dat iedereen die muziek wel herkent. In ieder geval niet van een alle paar. Muziek. Nee, want hij heeft bijvoorbeeld ook... van The Phantom of the Opera heeft hij natuurlijk wat gedaan. Ja, maar dat kent iedereen. Herken je wel. Dat kent iedereen. Don't Cry for Me Argentina van dat Evita. Dat kent ook iedereen. Maar er staat ook wel wat minder bekend op, denk ik. Zoals Amigos para Siempre. Zeg mij niks. Nou, welke musical is dat? Friends for Life.
Nee. Maar misschien als we het horen wel, maar dan gaan we niet naar luisteren. Wou je al muziek draaien? Nou, nee, ik hoef niet per se al muziek te draaien. Kijk, als jij nog even wat wil vertellen over Roger Moore bijvoorbeeld, dan mag dat wel. Nou, maar dat kunnen we beter straks doen. Dat kunnen we inderdaad beter zo doen. Maar ik dacht nog wel even het jeugdfestival van de Young Euroband. Dat is wel een goeie. Want dat staat ook namelijk op aanstaande zaterdag gepland. En dat belooft een geweldig muzikaal feest te worden. Want maar liefst 8 jeugdkorpsen hebben zich aangemeld voor 12, 13, 13 zelfs optredens op 3 verschillende onderdelen. Nou, en waar moet je dan aan denken? Welke jeugdorkesten komen er allemaal? Zegt het goed? Nou, voordat je dat doet, hè, het wordt beoordeeld door een deskundige jury. En dan denk ik van, ja, we hebben net zo'n heftige jury gehad. Wie heb je nog over? Ja. Hè? Nou, ik zal het je vertellen wie er nog over zijn. Je hebt nog een Hans van der Bos, Rita Schroten natuurlijk, Ruud Beumer. Dat zijn toch wel ook wel grote namen in de jurywereld. Ja. Volgens mij is heel jury Nederland... Zaterdag onder de pannen. Ja. Ja, ik ben maar een leek. Ik ken alleen Ruud Beumer. Ja, Rita Schroot is ook wel een bekende hoor. En Hans van der Bos trouwens ook al. Dus wat dat betreft, ja. Nou ja, en zij zijn ook, dat staat erbij, zeer bekend met de muzikale wereld. En hebben al veelvuldig gejureerd bij allerlei festivals en concoursen. Zelfs tot het WMC aan toe. En nou ja, zij gaan dus in ieder geval ook de korpsen bejureren. En daarmee ook kunnen de korpsen verder met hun kwaliteit en niveau om eraan te werken. En natuurlijk zal er ook een mooie beker beschikbaar worden gesteld aan de winnaar. Maar aan welke winnaar kun je dan denken? Nou, dat kan de showband Jong Holland Junior uit Zwijndrecht zijn. Dat vind ik altijd een verleidelijke naam, hè? Jong Holland. Dan denk je al gelijk Jong Holland. Maar ja. Jong Holland is ook is het seniorenkorps. Het is niet zeg maar Jong en Oud Holland. Het zijn de junioren van Jong Holland. Ja. Ja. Dus dat is inderdaad, daar moet je even opletten. Ja. Showkorps Jong Juliana uit Schravendeel. Nou, dit is wel jong. Showkorps Jong Excelsior uit Delft. Jeugd Showkorps Wilhelmus uit Sliedrecht. Jeugd Showkorps Willemina uit Sleewijk. Jeugd Rijmelband uit Schiedam. Jong Laurentius uit Voorschoten. En de Jong Euroband uit Rotterdam. En verder zal de Show en Marching Band Euroband een tweetal gastoptredens verzorgen. Misschien een beetje raar, maar hoor je nog wel eens wat van de Euroband? Nou, dat zal ik je eens vertellen. Ik heb toevallig vanmiddag nog wat filmpjes zitten kijken van ze. Vertel eens. Nou, dat was van 2016, van het concours waar ze toen aan mee hebben gedaan. Mm-hmm. In Schiedam. Mm-hmm. En dat was het. Oké. Okay. Dat heb ik gezien, toevallig. Dus, want ik had al heel lang niks meer van ze gehoord, inderdaad. En op die manier wist ik toch nog, ze bestaan nog. Nou goed, mocht je hier naartoe willen gaan, dan zie je de Euroband ook weer. Dan kun je daar om 2:30 naartoe. En het programma die begint dus om 2:30 met een opening. En rond 4:15 dan is er een afsluiting en de prijsuitreiking met deelname van alle korpsen. En ik zit even te kijken. Het is in het muziekgebouw De Schalmei in Rotterdam. Het repetitiegebouw van de Euroband. En dat is in de Krabbedijkenstraat 520 in Charloes. En verder ziet het er niet naar uit dat je daar iets voor hoeft te betalen. Maar mocht je nou weer willen weten, kijk dan gewoon even op korpsmuziek.nl. Want daar staat in ieder geval het hele persbericht nog te lezen. Aanstaande zaterdag, ja, dat wordt dus kiezen. Klundert, Rotterdam. Een druk programma. Ja, zullen we naar muziek? Andrew Lloyd Webber dus, hè? Ja, van The Cats. Thank you.
Ja, wie herkent dit niet, hè? Zit je nou zo gewoon er doorheen? Ja, joh, was toch afgelopen. Memory was dit. Uit de Cats. Zo, hij is afgelopen. Ja. Van gemaakt is door ooit gearrangeerd, gecomponeerd, whatever. Gecomponeerd is het. Denk ik door Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. Ja, ja, mooi wel. Mooi. Hey, ik dacht van Roger Moore, hè, moet iets draaien. Dan moet het natuurlijk wel iets zijn waar hij ook in gespeeld heeft. Ja, nou, hij heeft wel in een stuk of wat, 7 films of zo? 7 films, ja, dat klopt. Maar ja, natuurlijk allemaal films die niet per se op cd zijn opgenomen door brassbands. Nou, dat Laat is inderdaad nou wel toevallig, zo. Ja. Wij gelukkig de cd van Flora Band hebben liggen. De dat laatste had je nog cd. Keuze. Want die hebben natuurlijk vorige keer de 007 show gespeeld. Uh-huh. Ja, en daar zat nog wel enige keuze in. Dus we hebben een mooi nummer uitgekozen ter nagedachtenis aan. Hoe moet ik het zeggen? In memoriam. Ja, zo kan je het zeggen inderdaad. Aan Roger Moore natuurlijk, ja. Met Flora Band. On Her Majesty Secret Service en A View to a Kill. Ja, dat was dus On Her Majesty's Secret Service and A View to a Kill, uitgevoerd dus door de Flora Band. Flora Band Rijnsburg. Dit is de WM. Telefoon. Mijn naam is Peter Kleinenschaars en ik luister graag naar Ballistic Brass. De WM. Telefoon. Ja, weer een nieuwe ronde. Een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Vorige keer dus bij Sint-Jean d'Arc in Noordwijkerhout. Ja. En inmiddels is hij overgegeven naar iemand anders. Die zit in de auto, zo te horen. Ja, dat hoor ik.
Misschien kun je even voorstellen en gelijk even waar je vandaan komt, welk korps en dat soort zaken. Ja, goedemiddag, Nick Wijsman, topbemerkte bij Muziekvereniging Da Capo uit Lisse. Nou, kijk eens aan. Dus we zijn toch in het westen gebleven, Matthias, zoals jij min of meer al gedacht had. Da Capo Lisse, ja, even voor ons beeld. Jullie doen een aantal keren al, hebben we al meegedaan op WMC, geloof ik, hè? Klopt helemaal, ja. 2005, 2009, 2013. Klopt helemaal, voor de vierde keer. Ja, alle keren op de Mars. Alle keer op de Mars en in 2013 ook met de show erbij. Kijk, en dit jaar, hoe gaat het dit jaar eruit zien? Dit jaar zullen we alleen met de Mars aanwezig zijn. Ja. En komen uit in de World Division. Oké, en is daar een bewuste keus geweest dat jullie de show niet hebben ingeschreven dit keer? Ja, klopt. We hebben eigenlijk de show daarbij even aan de zijkant geschoven, omdat we meer wilden richten op de Mars. Daar wij gevoelsmatig daar meer een rol van betekenis kunnen spelen en meer uit kunnen halen dan op het showgebied. Ja, precies. Oké, dus een hele bewuste keus geweest. Hoe ja. Hebben jullie je voorbereid tot nu toe op deze wedstrijd? Nou, we hebben behoorlijk wat ervaring met de vorige edities op mogen doen. En eigenlijk zijn wij na een goed gesprek met alle leden afgelopen september het VMC-traject bij opgesteld. En zijn we ingegaan eigenlijk zoals wij het samen zouden willen doen met de ervaring van de voorgaande edities. Ja, dat klinkt in ieder geval heel goed. En die ervaring van de vorige edities, wat moet ik me daarbij voorstellen? Frequentie qua repetitietijd, het aantal exercitie-repetitie, wat is er inplannen, sectie-repetities. Daarbij ook rekening houden met het tijdstip en de wensen van de leden. Zodat we met zo'n meest complete koppel kunnen repeteren in richting Kerkrade. Ja, want leeft het WMC ook bij jullie binnen de vereniging? Of zijn er nog leden die voor het eerst meegaan en geen idee hebben wat WMC is? Ja, vooral het laatste. Er zijn denk ik een stuk of 6 nieuwe leden bijgekomen die het eigenlijk nog niet mee hebben gemaakt. Dat merk je gewoon, die zijn zoekende, onzeker. En die worden een beetje meegetrokken door de vaste kern. En eigenlijk naarmate nu de tijd gaat voor, zien we wel dat het steeds meer gaat leven. Nou, hoe merk je dat? Enthousiasme, je merkt het thuis, repetities. Pas van 5 voor 8 binnenkomen, staan ze er om 10 voor 8. En echt wel wat meer motivatie. En ook, inbreng in bepaalde dingen. Dus je merkt dat er meer betrokkenheid is. En dat is ook echt allemaal. Ja, precies. Hey, en qua repetitie-invulling, hè? Want jullie hebben waarschijnlijk de stoelrepetities, de marsrepetities. Hoe ziet dat er nu uit? Zit je meer op het veld op het moment? Of zit je nog wel af en toe binnen? Of zit je elke week binnen? Nou, we hebben op dinsdagavond de vaste muziekrepetitie die gewoon binnen zijn. Ja. En wij hebben de exercitie-repetitie bij dan op de maandagavond en op een zaterdagmiddagen. Ja. Dus we zitten nog steeds binnen om ook de muziek verder onder de knie te krijgen. Ja. En daarnaast exerceren we er op de bijavond erbij. En straks zullen we overgaan naar maandag en dinsdag, gewoon achter elkaar. Ja, precies. Dus dan wordt het fulltime het veld op, zeg maar. Inderdaad, ja. Ja, ja, want hoe gaan jullie daarmee om? Qua voorbereiding op muzikaal vlak bijvoorbeeld. Is jullie dirigent er altijd bij? Of... Onze dirigent is er altijd bij, ook de exercitieavond sluit hij aan. Is wel echt bij hoge uitzondering, maar liever met de normale exercitie-repetitie zal hij er niet bij zijn. Maar nu richting Kerkrade sluit hij aan, ja. Ja, precies. Hey, en qua repertoire, want jullie hebben natuurlijk iets uitgekozen. Wat is uiteindelijk op de lessenaar terechtgekomen als WMC-programma? Wij zullen als eerste mars hebben wij Mars to Greenfield in een arrangement van Marcel van Rij. Ja. En als tweede mars zal zijn de Vroenekker Sprite in een arrangement van René Lekkie. Oké, en waarom deze twee marsen? Vroenekker Sprite zijn wij in Schiedam mee opgevoerd geweest afgelopen november. Mm-hmm. En daar willen we eigenlijk voorborduren met de aandachtspunten die wij toen hebben gekregen. Ja. En we wilden een nieuwe uitdaging en we zijn toch een Engels georiënteerd orkest. En in samenspraak met de leden en instructieteam hadden wij een kleine koppel selectie gemaakt van 5 marsen. En overgrote meerderheid deze mars gekozen. Ja, precies. Dus jullie hebben eigenlijk democratisch deze mars gekozen. Ja, correct. Ja. Nou, dat klinkt wel heel goed in ieder geval. Wat waren die andere keuzes? Of in ieder geval 1 of 2 van die andere keuzes? Was er een close call of...
eigenlijk was er geen close call, moet ik zeggen. Het was eigenlijk vrij unaniem dat de leden voor deze mars zouden gaan. Oké, en wat was de tweede mars bijvoorbeeld, die nou ja, hier achteraan kwam? Niet vlak erachteraan, begrijp ik, maar... Ja, eigenlijk degene die er dichtstbij zat, was in ieder geval de Wellenbrecker Polka. Oké. Dat is toch wel een andere kant op. Dat is niet dat Engels georiënteerde. Ja, klopt, maar gewoon om ook even de uitdaging op te zoeken. We hebben zelf altijd wel één of twee polka's in ons masrepertoire zitten. Ja. En vandaar ook de keuze om er toch even naast te leggen om onze mogelijkheden te kunnen laten zien. Ja, precies. Hey, hebben jullie ook nog voor het WMC extra leden gekregen of aangetrokken of iets wat daarop lijkt? Sowieso afgelopen jaar twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Of dat BFC gerelateerd is, ja, dat durf ik eerlijk niet te roepen. En wij hebben helaas toch één persoonlijke in moeten huren, wil ik niet zeggen. Ja. Maar die gaat ons versterken op BFC, zodat alle rijtjes volledig dicht zullen lopen. Ja, precies. Kijk, want dat is natuurlijk ook wel het mooiste, hè? Dat alle rotten vol zijn. En wellicht dat deze persoon blijft hangen na het WMC. Daar hopen we altijd op. Ja. Precies. Hey, we stellen aan het einde van het interview altijd één lastige vraag. En dat is de vraag, wie denk jij dat er gaat winnen op het onderdeel waarop jullie zelf meedoen? In dit geval de mars. En dan mag je alleen in de Nederlands korpsen blijven hangen. Kijk. Want anders wordt het een beetje ingewikkeld natuurlijk. Snap ik, ja. Ja, ik heb zelf ook een hele grote persoonlijke voorkeur daarin. En dan zou mijn zegen uitgaan naar DVS en Katwijk. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien, natuurlijk. We noteren hem. Nog even één vraag. Wanneer is voor jullie het WMC geslaagd? Wanneer het WMC voor ons geslaagd is, dat eigenlijk bij het veld afkomen en we zeggen gewoon, dit is gewoon het hoogst haalbare wat erin zat. Dit was de meest perfecte run die wij de afgelopen 3, 4, 5 maanden hebben neergezet. Dan is het voor ons geslaagd. En hebben jullie er voor jezelf ook al een beetje een puntenaantal aan gekoppeld wanneer het dan geslaagd zou zijn? Kijken naar alle voorgaande edities in de continue en stijgende lijn. Dus ja, maar hopen dat we die in puntaantal ook zeker door kunnen trekken. En durf je daar iets over te zeggen? Is het de 80, 85 plus? Ja, ik noem maar wat. De laatste was 84, 75. Dus 85. Voor 85. Kijk aan, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Zeker weten. We gaan het meemaken. Wanneer is jullie aantreden op het WMC? Is dat welk weekend? Zondag 9 juli om 12 minuten over 2. Kijk aan. Dus nog, zijn jullie van tevoren nog ergens te aanschouwen voor degene die jullie willen zien voorafgaand aan het WMC? Wij zullen zaterdag 10 juni actje present zijn op de Tattoo te Hoek van Holland. Ja. En dat is eigenlijk de enige optreden waar we hebben staan voor de buitenwereld. En daarna zal de focus helemaal richting Kerkrade liggen. Oké, okay. Nou in ieder geval dan heel veel succes dan met de laatste voorbereidingen richting het WMC. En we gaan het meemaken wat het puntenaantal wordt uiteindelijk tijdens het WMC. En dank in ieder geval voor het interview vandaag. Ja, jullie ook bedankt. Goed, en een fijne avond. Hetzelfde, fijne. Ja, dat was Nick Wijsman van Da Capo Lisse. En wij gaan luisteren naar een stukje muziek uit Leiden. Kunst en genoegen.
Brass. Het programma voor al uw Hava Bra muziek. Ja, dit was... Abschied der Slewin. Of Slawin. Afscheid van de Slavin. Ja, de Slavin, hoe je het ook noemen wil. Van Oranje IJsselmuiden, hè? Oké. Was dit. Even de vooraankondiging voor de Taptoe in 's-Hertogenbosch 2017. Dat zal in ieder geval, zo staat in de titel, met een volle bezetting zijn. Nou, en wat bedoelen ze daarmee? Het is namelijk een Lustrum-editie. En daarvoor zijn een aantal fantastische korpsen uitgenodigd om deel te nemen aan deze Taptoe. En met het WMC in het verschiet, in het vooruitzicht, laten de deelnemende korpsen niets aan het toeval over. En zij zullen in Den Bosch dan ook laten zien en horen waartoe men in staat is. En onder andere Jubal Drum & Bugle Korps Dordt heeft het showprogramma compleet. En, gemaakt, ja, inderdaad. Hij zei, heeft het programma compleet gemaakt. Ja, inderdaad. Ik miste het gemaakt nog even. Maar goed dat je dat aanvult. Daarom staan we met z'n tweeën. Juist. Want de deelnemers aan deze Taptoe zijn het Kampentrompettenkorps hier uit het Kampense Land. Dan heb je de showband Takostu uit Stiens. Dan heb je drumvervaren Amantius. Ik moet een bril hebben volgens mij. Uit, lijkt me geen slecht plan. Den Bosch. Ja, dat is goed. Ga door. Ja. Advendo uit Sneek, zonder Armin denk ik dit keer. Drumvervaren Exempel uit Empel. Nou, en Jubal die natuurlijk het compleet maakt. Maar niet zonder dat we ook nog even noemen Kunst en Genoegen uit Leiden. En dit alles zal dus in Den Bosch gaan plaatsvinden. Het is in ieder geval in de binnenstad. Ja, de streetpreet die gaat eraan vooraf. En daar doen 20 korpsen aan mee. Mm-hmm. Dus dat is wel interessant. Ik ben wel benieuwd welke nog meer dan. Nou ja, dat is het. Oh, dat staat erbij. Harmonie Union uit Nuland, onder andere. Onder andere. Ja, maar dat maakt nog geen 20. Nee, nee. Dus er zijn er nog een aantal. Ik denk dat er inderdaad vooral uit de regio nog een aantal
orkesten zijn die daaraan gaan deelnemen. Ja, voor de rest is misschien nog goed om te weten dat kaarten in de voorverkoop zijn, maar dat is vooral in de omgeving daar. Je kunt ze ook online kopen natuurlijk via www.tattoo-sertogenbos.nl zonder apostrof. Ja, en inderdaad, de straatparade is van 1 tot 3. En daarna kan je ook eventueel nog aan de kassa bij Stadion De Vliert vanaf 5 uur op 17 juni. Dus ik ga er zo vanuit dat het dus ook in Stadion De Vliert is. Dat is volgens mij, ja, Stadion De Vliert, volgens mij het stadion van FC Den Bosch. Waar je naartoe kunt, dus op 17 juni vanaf 6:30 is het stadion geopend. En vanaf 7:30 vindt de taptoe plaats tot ongeveer 10:45. En dan wordt de taptoe afgesloten. Taptoe-serthogenbos.nl, daar vind je ook informatie. En anders natuurlijk op korpsmuziek.nl. We gaan naar muziek. Ja. Raymond bent uit Schiedam. La Isla Bonita. Isla Bonita. Ja, uitgevoerd dus door de Rijnman Band uit Schiedam. Leuk nummer trouwens, hè? Lekker, ja, zomers. Ja, zeker. Het is een ontzettend lekker nummer. En ja, over zomers gesproken. Ja.
Ja, want dat is ook altijd in de zomer. De Vlaggetjesdag natuurlijk in Scheveningen. Op 17 juni ook de Tap to een Zethogebos. Maar ook altijd de Vlaggetjesdag in Scheveningen. Aantal deelnemers daar. Ades Musica Sassheim, Duindorp uit Scheveningen. De Highland Pipe Band uit The Hawk. Laurentius uit Voorschoten. Metro Scheveningen. En de Zwiebels uit Scheveningen. Dat zal een boerenkapel zijn. En de Dance and Showbiz Academy. Academy. Uit Scheveningen. Ja, nou dat is dus ook nog op... is dat Vlaggetjesdag heeft toch ook altijd te maken met haring? Ja, de eerste vaatje haring is dat, hè? Dat wordt ook alweer bekend met voor hoeveel geld het eerste vaatje verkocht wordt. Maar dat is weer keuzes maken. Want aanstaand weekend, dan moet je dus eigenlijk ook al keuzes maken. Dat is dus zaterdag kan je naar Klundert, de WMC try-out, met een mooi deelnemersveld. En anders kun je dus ook naar, als je jeugdkorpsen leuk vindt om te zien, kun je naar Rotterdam, waar... De jeugd van de Euroband ook een muziekspectakel organiseert. Ja, inderdaad, met ook een jury. Dus de keus is reus. Zeker. Ja. En dit keer in de uitzending hadden wij dus Da Capo uit Lisse. We spraken de thermometer van deze vereniging. En volgende week, ja, dat is nog even de vraag. Blijven we hangen daar in het, Westland? Nee, Lisse is niet echt Westland, hè? Ja, het is Noordwest. Dat is bij Amsterdam, hè? Ja. Daar. Maar goed, waar gaan we heen? We gaan het meemaken volgende week. Luister dan gewoon weer tussen 6 en 7 op Regio Radio Loco FM. Zoals ze dat tegenwoordig zo mooi hier ook zeggen. Heb jij inderdaad heel mooi. Trouwens, gezegd. Nog even, het is een beetje mosterd naar de maaltijd. De 107.6 kan best zijn dat hij het nu niet doet. Hij deed het weer. Alleen. Bij mij in de auto niet. Nee, dat klopt, want hij is er vandaag weer uitgeklapt. Want ze waren kabels aan het graven ergens. En, hebben ze de kabel per ongeluk gehad? Ze hebben de kabel doorgegraven. Ja, dat is niet zo handig. Dus die ligt er waarschijnlijk weer uit. Maar online zijn we wel te volgen, locofm.nl. En deze uitzending is natuurlijk ook weer terug te luisteren via onze eigen site na afloop van dit programma. Ja, inderdaad. Hey, en op de achtergrond strutting with some barbecue. Nou, leg eens uit. Strutting. Strutting. Wat? Strutting. Ja. Wat is het? Paraderen? Een beetje... Paraderen, paraderen met een beetje barbecue. Ja. Aha. Doe je wel met dit weer natuurlijk. Zekers. Daar luisteren we naar. Een beetje Dixieland om af te sluiten. Volgende week... Dan zijn wij er als goed is weer. Top. Ik dacht dat je ging zeggen dat je er niet was. Maar ja, ik ben er hopelijk. Ik ook. Ja, ga ik IJs en wederdienende. Ja, absoluut. Dus dat komt helemaal goed. Volgende week zijn wij er dus bij hoe noem je dat? Bij Leven en Welzijn. Dat wou ik inderdaad zeggen. Bij Leven en Welzijn. Dan zijn wij er gewoon weer. En wat ons betreft, tot dan. Hoi hoi.